Tracy en Sharon, zussen door dik en dun. Met één gedeelde zorg, hun mannen die allebei vastzitten. It's as good as in my diary. Birds of a Feather, vanaf morgen bij de ABRO op Nederland 1. It's not in the playground, Trace. I'm going to be impressed with a note from his mum. Twee klontjes. Zwart. Met melk. Nee, zwart. Met gaatjes. Hé? Wat? Gaatjes. Gaatjes? Wordt mijn koffie daar lekkerder van? Ja, want er zitten nu aromagaatjes in de nieuwe aromafilters van Melitta. Die laten de pure koffiesmaak nog beter door. En zo wordt uw kopje koffie nog lekkerder. Voor mij dan ook met gaatjes. En een beetje melk. Melitta aromafilters. Voor volmaakt koffiearoma. Kamperen? Dat kun je op vele manieren. Maar voor eigentijds kamperen ga je naar de Vrijbuiter in Rode. Een turbulente show van 300 tenten en 20.000 kampeerartikelen. De Vrijbuiter, de grootste en goedkoopste kampeerspecialist van Nederland. Wat kost de gaslamp standaard die op een campinggasfles past? Bel en maak kans op een waardecheck van 300 gulden. Winnaar op NOS Teletext. Morgen is het 13 weken lang doelgericht scoren bij de KRO. Tom van het Hek tackelt kandidaten met vragen over hun favoriete voetballer. Ulrich van Gobbel, Ronald de Boer, John de Wolf. Kennen deze supporters hun klassiekers? Dat lijkt me Ronald Koeman. Ronald Koeman. Dat wordt weer een thuiswedstrijd. Voetbalcracks vanaf morgen bij de KRO op Nederland 1. De komende 8 weken zal er weer een bonte stoet van markante personen met een opvallende levensstijl aan u voorbij trekken. En al die personen nemen plaats in de stoel van Rick Velderhof. Vanavond een levenskunstenaar in de Vallei der Liefde op Bali en de rattenvanger van 10 gemeten. Kijkt u naar De Stoel.